Hallo. Het is mij weer met een autovideo. Omdat ik... Wacht, ik ga eventjes mijn wens weer omzetten, want dat is echt waar. Omdat ik daarnet aan iets moest denken. Wanneer je met je auto of gewoon met je fiets, als fiets of motto of wat dan ook, wanneer je het verkeer beheeft, dan zijn er verkeersborden, zijn verkeersregels en die zijn, dat is, laten we ervan uitgaan, voor iedereen duidelijk. Maar soms gebeurt het dat er situaties gecreëerd worden waardoor dat niet zo duidelijk is. Bijvoorbeeld, ik had het daarnet ook, wanneer dat er hier aan een boot geladen en gelost wordt, dan worden dan een rijstrook bezet, waardoor hij die niet meer kan gebruiken, waardoor hij dus een situatie creëert waardoor dat er altijd maar één van beide richtingen voorrang heeft. Nu, natuurlijk, een keer dat je al aan het rijden bent, plus er is op dat moment ook niet volledig overzicht van de hele situatie, dus geen idee van wanneer en waar. Net zoals nu bijvoorbeeld, een fietser die van rechts afkomt terwijl hij geen voorrang heeft, maar kom. Dus er is geen volledig overzicht over de situatie. Dus er is een punt dat je ooit moet zeggen, oké, ik ga gaan. Ik ga doorrijden en ik zie wel waar dat ik uitkom. En dan zijn er altijd mensen die, omdat aan hun kant een verkeersbord staat dat zij voorrang hebben, dat ze zich zo ten onrecht voelden aangedaan, alsof dat er iets ongelooflijks super ergs gebeurd is. En waarom vertel ik dat nu? Omdat dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is en een soort van metafoor voor de dingen dat we dagelijks meemaken in ons leven. We komen voor obstakels, we komen voor uitdagingen, we maken bepaalde keuzes en onderweg of na een aantal weken, dagen of naar lang dat we dat pad bewandelen, zien we en merken we van het is toch precies niet wat ik ervan verwacht had. Of het brengt me niet wat ik wil. Dus, op dat moment is het belangrijk om dat te erkennen. Want vaak is het ook zo, zeker wanneer je met ja en nee werkt, om iets te weten of dat iets voor jou hoogste goed is of niet. Dan stel je ook altijd maar een vraag, die vraag voor één bepaald stuk. Bijvoorbeeld, is het voor mijn hoogste goed ik ben aan het denken aan een voorbeeld, dat ik echt een concreet voorbeeld kan geven. Bijvoorbeeld, er was ooit een plaats waar we dachten voor onze paarden te zetten. En toen had ik de vraag gesteld, is het voor ons hoogste goed om daar naartoe te gaan? En toen kwam het antwoord ja. Dus we zijn naar daar gegaan, we zijn daar op bezoek geweest. En toen, na ons bezoek, veranderde het antwoord van, is het voor ons hoogste goed om onze paarden daar te zetten? En dan kregen we een nee. Dus in dat moment moet je eigenlijk beseffen dat je daar toegetrokken wordt. Dus dat je naar die situatie toegetrokken wordt. Om vaak een reden waarvan je niet weet. Vaak is het gewoon door het feit dat je dan daar aanwezig bent. Doordat je als energie beweegt. Dat je dingen teweeg brengt, dat je mensen triggert, dat mensen bepaalde inzichten heeft, wat dat ook maar is. Vaak moet je het ook zelfs niet weten. Maar daarom wil dat niet zeggen dat je vertrekt bij je vertrekpunt en dat er in één rechte lijn is naar je bestemming. En dat is zo uiteindelijk ook hoe dat ik dagelijks ook naar school rijd. Als ik plots een instant seconde voel van nee, vandaag moet ik een andere weg nemen, dan ga ik dat ook doen. Ik hoef niet te weten waarom, ik voel waarom. En dan gaandeweg, eigenlijk zou je moeten zijn, iedere keer dat je het volgende kruispunt komt, volg je niet gewoon blindlings jouw GPS of Waze of wat dan ook. Nee, je gaat iedere keer gaan afstemmen, oké, wat is nu? Welke weg is nu voor mijn hoogste goed? Wat brengt er mij nu weer dichterbij mijn visie en mijn doel dat ik eigenlijk wil bereiken? En dat is hoe dat uiteindelijk een spirituele ontwikkeling in zijn werk gaat. Hoe dat spirituele ontwikkeling of dat eenheidsbewustzijn, hoe dat zich dat toont in het fysieke. Nu, als je dat wilt, nog veel meer leren en daarin ook ondersteund wil worden, dan nodig ik je uit in het programma Universele Vlammen. Daarin leer je te werken met die energie
En ik ben aan het kijken of ik niet in de weg sta. Want er is ergens parking, dus ik sta gewoon naast een andere auto. maar daarin leer je dus verschillende dingen aan de hand van de 7 hoofdvlammen. Ik heb de pagina van het programma van de vlammen aangepast, zodat het nog duidelijker is wat er in het programma aan bod komt. Ik heb natuurlijk niet al de transmissies vermeld, want dat zijn er veel te veel. Maar zodanig dat je een beter zicht hebt, of een concreter beeld hebt van wat dat er precies in het programma zit. Sowieso, als je vragen hebt of als je twijfelt of wat dat iets voor jou is, mag je mij altijd via de contactpagina een mailtje sturen en dan ga ik altijd antwoorden. Voilà, ik ga het hierbij laten, maar dus ik hoop dat ik met de les over de verkeersregels en dat die niet altijd de oplossing zijn of een antwoord geven op je probleem, dat eigenlijk is hoe dat we het leven vormgeven. En dus dat iedere keer naar elk kruispunt opnieuw die afstemming moet maken en naar je intuïtie mag luisteren. Nog meer dan anders. Voilà, dat was voor nu en tot in de volgende. Dag!